Vandaag sta ik aan de rand van de Oosterschelde op het eiland Tonen, tussen de dorpen Sint Maartensdijk en Stavenisse. Daar in de verte, daar zie je de kerktoren van Stavenisse. Nou ja, dat betekent wel dat ik een beetje aan het eind van de wereld ben. Ik sta hier met het uitzicht op de slikken van de dorpsman. Ja, zo heet het hier. Hier kwam ik vroeger om pieren te steken. En die pieren die verkochten we aan de vissers. Die gebruikten die als zeeaas. En nu kom ik hier om de hoogwatervluchtplaatsen te bekijken. Want als het water opkomt, als het vloed wordt, ja, dan stromen de modderbanken, de zandplaten onder. En komen alle watvogels naar de kant. Zoeken ze een hoogwatervluchtplaats op om daar uit te rusten. En te wachten tot het water weer gaat zakken. Nou ja, zo ook hier. Op de slikken van de dorpsman, want daar heb je een stuk kwelder. Wat haast altijd droog blijft staan. En het is daar heel rustig. Een ideaal plekje om daar uit te rusten. Nou ja, welke vogels zag ik daar? En zie ik daar? Een grote groep rotganzen. Ja, die zijn hier op het eiland Tonen. Algemeen, zeker langs de randen van de Oosterschelde. Er staat een enorme groep scholeksters. En tussen die scholeksters staan ook nog wat andere steltlopers. Wulpen, bonte strandlopers, tureluurs. Wat steenlopers, maar die zijn al opgevlogen, zag ik. En een enkele zilverplevier. Eerder vanochtend stond ik bij de Oesterdam. Toen was het nog laag. Althans, het was net na het kenteren van het tij. Het water komt al op. En je ziet dat hier aan deze tureluurs. Ze staan op dat puntje van dat zandbankje. Maar je ziet het water ook al kolken. En daar zoeken ze nog even naar voedsel. Want in dat kolkende water, daar wervelt voedsel op. Maar op een gegeven moment is het water zo hoog dat ze er niet meer kunnen staan. En moeten ze zich al uit de voeten maken. En dit zijn taferelen die je langs de hele Oosterschelde kunt zien. Op het moment dat het hoogwater wordt. Het ritme van het getijde, dat bepaalt het leefritme van de vogels. En wil je dat ritme ook eens meemaken? Nou ja, dan is het heel simpel. Ga op die dijk staan. Neem een verrekijker of een telescoop mee. Zorg dat je 2-3 uur voor hoogwater hier bent. En dan zie je de eerste groepen steltlopers al naar binnen komen. Binnenvallen. En even later drommen ze allemaal samen. Daar in dat kwelder. Ik hoor ze. Ik hoor ze roepen. Vooral de wulpen. Die laten zich vooral horen. Nou ja, de slikken van de dorpsman. Een van de mooiste plekjes langs de Oosterschelde. En zeker om watvogels te zien.